Het is voorjaarsverwarring hier op het Malieveld in Den Haag. Want binnen 2 maanden zijn er maar liefst 2 passamalams op deze plek. En we staan nu bij de passamalam Indonesië. En ik ga eens even naar binnen om te kijken hoe het hier is. En natuurlijk ook om het eten te testen. Dus, Bila hati moet dat zijn. Wat heeft u net besteld? Gado gado. Gado gado, wat is dat precies? Heel veel groenten met satésaus. Heel veel groenten met satésaus. En waarom dit gerecht? Ja, omdat ik het lekker vind. En durft u hier nog wel te eten? Want ik hoorde dat mensen ziek zijn geworden van het eten. Ja, maar als ik dan ziek word, dan word ik ziek. Want eten is belangrijker dan ziek worden natuurlijk. Honger heb, eet ik. En wat vindt u van de passamalam Indonesië tot nu toe? Ja, op zich, ik vermaak me wel. Heeft u wat meer gezien dan de eettentjes al, of nog niet? Ja, aan de andere kant. Eerst dat en daarna hier. Dus eerst rondkijken en dan eten. En heeft u al rondgekeken of bent u gelijk meteen naar het eten gegaan? Eten gevlucht. Gelijk naar het eten? Ja, gelijk naar het eten. En daarna rondkijken of meteen naar huis? Rondkijken. Ja. Wat vindt u er tot nu toe van? Ja, ik vind het wel gezellig. Ik was gisteren bij Rotterdam geweest. Daar hebben ze ook een passamalam. Okay. En gaat u ook nog hier naar Den Haag over 2 maanden naar Tong Tong Fair? Of? Nee. Waarom niet? Nou, geen idee. Nog niet van gehoord. Nog nooit van gehoord? Nee. Dat is een passamalam bazaar, maar dan heeft hij een andere naam gekregen. Okay. Tong Tong Fair. Ja, nee, dat weet ik nog niet. Nee. Nee. Liever hierheen dan naar Tong Tong Fair? Nee, dat lijkt me ook wel wat. Ja, want binnen 2 maanden 2 passamalams op dezelfde plek. En de ene heet dan Tong Tong Fair nu. Is dat verwarrend? Ik weet het niet, want het onderscheid is zo groot. Ik voelde het al meteen toen ik hier binnenkwam. Dit is veel meer Indonesisch. En dat andere, dat is een Indo-passamalam. Dus dat is zo even een groot verschil. Ik voelde het meteen. En dat gevoel is misschien ook wel voor het publiek merkbaar, net als dat voor jou is, dat ze misschien liever juist hierheen gaan of liever naar de Tong Tong Fair straks, denk je? Ja, dat zou best wel kunnen, want de aankleding alleen al is totaal anders. Ik wil niet zeggen dat één anders beter is dan de ander, maar dit is gewoon anders. En heb je veel Indo's al gezien? Volgens mij zie ik hier heel veel Indo's, ja. Maar niet achter de kramen. En op toilet wordt alleen maar Indonesisch gesproken. Hoe is het om hier te koken op de passamalam Indonesië? Ik doe dit al sinds jaren met mijn ouders. Nog voordat ik de tent had Moeds in Delft. En ja, dit is gewoon een onderdeel van mijn leven. Elk jaar doen wij dat met de gewone passamalam. En nu gaat het vanuit de Indonesische ambassade. Ja, dan zijn we weer bij. We staan altijd met koekjes en drankjes en hapjes. Het is heel iets anders dan Moeds. En wat wordt er nou het meest verkocht hier op de passamalam Indonesië? Ik denk de drankjes. De Chendol is heel bekend, de IJs Shanghai, de Klapa Muda. Ik heb hier beneden Klapa Muda, klapper, verse klapper, klapper kopjor, Chendol, IJs Shanghai. En dan met roosterroop of met Gula Jawa. Wat lekker! Ja, lekkers. Hey, wat vond jij ervan? Ik vond het een beetje tegenvallen. Oh. Ook tegenvallen, want zij zegt dat het door de sambal en de kruiden die er niet waren, dat het voor haar tegenviel. Ja, absoluut. Een beetje jammer, ja. Daar had je op gerekend ook. Absoluut, ja. Het is nu meer een soort van, hoe moet ik zeggen? Wat is nou eigenlijk? Promotie eigenlijk, ja. Dus, En wat had je gehoopt? Eten? Nou, eten was er natuurlijk, maar... Sowieso, maar dat je wel wat spulletjes kunt kopen en dergelijke. Waar was je nou op zoek? Naar sambal. Sambal, en dat heb je gewoon niet kunnen vinden op de passamalam in Indonesië? Nee, dat is allemaal maar naar de C1000. Naar de C1000, die is in de buurt? Ja klopt. Dus jammer. En Tong Tong Fair, ben je daar wel weer bij? Misschien, weet ik niet. Misschien wel. Dit was Cicak Ed voor Indisch 3 op de passamalam in Indonesië in Den Haag.